Ja, Aris is gestart met eigenlijk alle Amerikanen. Terwijl hier Dorsel met de eerste dunk. Ja, goed uitgespeelde aanval van Aris Leeuwarden. Van de nummer 52 van Aris Leeuwarden, George Brock. En dit zijn net twee hele makkelijke punten voor Stolp. Ja, goede paas en snijbeweging, maar nog een beter blok. .com. Dan kan hij de live stats meekijken. Dat is ook de score. Goede spin move hier van Jared Rhodes. Dan krijgen we ook gelijk twee wissels aan de kant van Aris. Makonda en Dorson zijn gaan zitten. Terwijl hier een goede midrange jumper van Quinn Cooper. Dit is Rhodes opnieuw. Dwars door het midden. Coast to coast scoren van Jared Rhodes. Dus moet er een snel schot gaan komen. Dat komt hier ook van Jared Rhodes. En die valt goed. En daar is de voorsprong voor Seriensiel Feyenoord basketbal. 27-26. Stolk dacht even aan schieten. Bruining, die schiet wel. En die rolt er ook in. Reinder Brandsma en George Brock. En het is die Brock die nu de bal heeft en moet gaan schieten. Met een seconde op de shotklok en die rolt erin. Van de list. Rhodes, drie punter. Ja hoor, en ook die gaat erin. Dorsom. Dorsom tegen Van de list. Wilt nu wel even laten zien. En dan een and one van Shaquille Dorsom. Ja, heel slim gedaan. Nou is het Bruining die nog heel snel eruit komt en dan nog een punt pakt. Jawel hoor. Prachtige paas van Koen Stolk op Mac Bruining en daarmee sluit. Ja, Jared Rhodes is nu al op 20 punten. Goeie score hier van Armand Davis. En die verliest daar de bal en dan is Aris de snelheid met Brock. En die bal stuit het erin en dan krijgen we een time-out. Veel contact. Die mist van dichtbij. Maar uiteindelijk de rebound door Voers hard gewerkt en van dichtbij Stolk. Met het jumpertje 60-49. Aan een goede steal hier van Makonda en de dunk van Dimitri Makonda. Stolk in de post tegen Makonda. Heeft een voordeel in lengte en die benut dat. Koen Stolk met een hele belangrijke score. Brock. Dit is George Brock. Ja, een snelle driepunter. Die moet hij nemen. Die gaat erin. Verschil. Twee punten. En Van Helfteren heeft nog maar één timeout. Dus het is niet slim om hem erin te zetten. En nu komt er een heel moeilijk schot als goeds van Brock. En die valt er niet in. En dus is daar de eerste overwinning van Zeeuwenzeeuw. Feyenoord basketbal. Dat wint met 69-66 van Aris Leeuwarden.